Het is nu hartje zomer en de Rotterdammer wil naar het strand. Hoeveel Rotterdammers zullen er wel niet met de stoomtram naar Oostvoorne zijn gegaan voor een heerlijk dagje aan zee? Het was dan dringen om een goed plaatsje te krijgen. Want de zogenoemde strandlijn van de RTM was in die dagen zeer in trek. Vanwege de drukte werd er soms een volgtram ingezet om het grote reizigersaanbod te kunnen verwerken. Want stel je voor dat je niet mee zou kunnen. Gelukkig. We kunnen mee. Maar waar is het wachten nog op? Op deze mensen die gereserveerd hebben. En dat voor een dagje naar zee. Een nu werkelijk onmetelijk lange tram brengt al die vaders, moeders, tantes en oma's, maar vooral ook de kinderen, naar het eindpunt Oostvoorne. De tocht leidt onder meer langs het fraaie kerkje van Portugal. Het siert nu nog het landschap. Over een deel van dit traject zoomt nu de metro tussen Rotterdam en Hoogvliet. De brug over de Oude Maas bij Spijkenisse maakt Voorne Putten bereikbaar. De brug is pas vernieuwd met onder meer delen van de Moerdijkbrug. Maar de trambaan is weg. Die heeft plaatsgemaakt voor, juist ja, voor een busbaan. De brug lag er bepaald niet alleen voor het tram- en autoverkeer. Zo waren fietsers en spelende kinderen een dagelijks waarneembaar verschijnsel. Onderweg was er heel wat aan natuurschoon te genieten. Het doel is bereikt, het strand is in zicht. Wie hier nu komt, moet de zee ver zoeken. In 1928 was ze nog vlakbij. Omdat het van het dorp Oostvoorne naar zee een flink eind lopen was, werd de baan ooit doorgetrokken tot op de boulevard. Daar sta je dan in je matrozenpakje. Een heerlijke dag voor de boeg. Als dan ook de volgtrein is binnengelopen, is het op naar de blonde duinenkust. Ons strandleven van 50 jaar terug. Met deze uitstapjes maakte de RTM geschiedenis. Gezien de grote aantallen strandliefhebbers uit die dagen. Met een tikje weemoed zien we de strandpaviljoens en al die mensen. Die gezellige strandstoelen van weleer. Uit de tijd van het kogelflesje en de zure bom. We zeiden het al, dit waren filmbeelden over de RTM in het jubileumjaar 1928, nu 50 jaar geleden. Als in een herinnering zag u die talloze mensen die het een eer vonden andere mensen van dienst te kunnen zijn. Maar in feite betekende het nog veel meer. De bewoners van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden verlegden hun horizon tot aan Rotterdam. Of, zo u wilt, de Rotterdamse tramwegmaatschappij kwam, zag en overwon. Tot op heden, nu een eeuw lang, staat voor de NV Streekvervoer Zuidwest-Nederland het sein op veilig. Thank you.
Thank you.